Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. In deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig een professionele YouTube banner kunt maken zonder technische kennis en binnen 5 minuten. Als eerste gaan we even inloggen op YouTube. Je gaat naar je kanaal. En dan klik je vervolgens op Mijn kanaal. Dan zie je dat hier al een bannerafbeelding staat. Maar in het geval dat je nog geen bannerafbeelding hebt, ga je naar het penseeltje. En dan klik je op bannerafbeelding bewerken. Vervolgens klik je op hoe maak ik een bannerafbeelding. Je scrolt even naar beneden. En dan download je de Channel Art Template van YouTube zelf. En ik zal je zo direct laten zien waarom dat handig is. Dus die downloaden we even. Vervolgens ga je naar een programma dat heet PicMonkey.com. Dan klik je op Edit. Dan pak je de Channel Art Template Fireworks PNG. En dan zie je dat de template, hoe groot de afbeelding moet zijn voor YouTube, automatisch wordt ingeladen in het programma PicMonkey.com. Nou, dan pak je bijvoorbeeld een plaatje die je al van tevoren van het internet hebt afgehaald of zelf hebt ontworpen. Nou, stel dat ik een game channel zou willen maken, dan ga je naar Overlays. Dan kies je een plaatje, bijvoorbeeld deze. Nou, die kun je dan groter maken. Zo. Nou, stel dat je er nog een tekst in wilt hebben om je kanaal een naam te geven. Add tekst. Nou, dan zeggen we bijvoorbeeld game over YouTube game channel. Nou, dan kan je het nog een kleurtje meegeven. Vervolgens klik je op opslaan. Dus je gaat hem saven. Save to mijn computer. Test banner. Oké. Vervolgens ga je naar je bannerafbeelding. Je selecteert de zojuist gemaakte banner art. Selecteert hem. Stel dat je deze ook zou willen aanpassen, dan klik je en dan ga je naar je G+. Dan selecteer je een ander plaatje. Die kun je dan nog bijsnijden. Als je dan vervolgens weer naar YouTube gaat, je gaat naar Mijn kanaal. Dan zie je dat hij hier is aangepast, alleen hier nog niet. Het kan enkele minuten duren voordat hij hier eindelijk verschijnt. En als hij niet verschijnt, dan moet je het gewoon nog even verversen. Maar je ziet, zo kun je binnen 5 minuten een YouTube banner maken zonder technische kennis, die gelijk in het juiste formaat voor YouTube is. Heb jij na het kijken van deze YouTube video nog steeds een vraag? Stel hem even hier beneden, dan ga ik hem voor je beantwoorden. Vind je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Dat kan heel eenvoudig door even op de rode abonneerbutton te klikken. Ik wil jou bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Bekijk gelijk het volgende deel, deel 16 van deze YouTube cursus, een YouTube thumbnail maken. Of mocht je je persoonlijke YouTube kanaal nog niet volgens de richtlijnen hebben ingericht van YouTube, bekijk dan deel 2 en deel 3.